Hello guys, this is Roger from Varma Channel. Today we are in the heart of Rotterdam, the big harbor city from Holland. In 1940 the whole center is destroyed by the war. And this statue of Zetkin is a symbol of that. You see a laborer with his heart torn out. Nowadays it's going to be a new heart from Rotterdam. There's lots of houses, lots of activity. Also the Maritime Museum that we're going to visit today. Moet u even hier zitten. Dat is misschien anders ga ik ze schreeuwen en dan heeft u daar weer last van. Zijn er vier plekken vrij nog? Nee. Ja, als je op elkaar zit. Oh, dat is jammer. Ja. We horen het al vier. Oké, ik ga wat harder praten. Dank u wel. Nou, ja, hier komen we in de wijnhaven. Nou, hier werd dus al dat lekkers werd aan land gebracht. En we hadden hier ook een glasfabriek, dus de glashaven hier een eentje verder. Daar werd altijd lekker gebobbeld. Hiernaast hadden we de Amstelfabriek, die brouwde bier. Hiernaast is de bierhaven. En dus aan de linkerkant het lichtschip Vessel 11. Dat was een navigatieschip, een lichtwagen ten zuidwesten van Wales, Engeland. En die hadden ze daar geplaatst omdat de kust van Wales nogal rotsachtig is. En er liepen nogal veel schepen op de rotsen. En toen hebben ze dat schip daar geplaatst om de rotsen te kunnen vermijden. Het is nu een restaurant, je kan er lekker eten. Ja, maar het is allemaal weg dat jullie schepen. Voor ons de Regentessenbrug. De Regentessenbrug is een eerbetoon aan koningin Emma. Dat is moeder en regentesse ook van koningin Wilhelmina. Maar Wilhelmina was nog te jong om regeringsverantwoordelijkheid te nemen. Dus dat nam Emma waar, vandaar dat regentesse. Je ziet hier nog de E van Emma. Vier leeuwen hier op de kop van de brug, bronzen leeuwen. Het wapen van Nederland natuurlijk. En deze brug heeft ook een departement overheen. Je moet je voorstellen, in mei 1940 was is dit allemaal plat gebombardeerd. En was... Kijk, en hier aan de rechterkant zie je de Red Apple. Oh, kijk, daar is die appel. Is dat die appel? Oh ja! Ja. En het gebouw hier aan de linkerkant met al die vlekken op de gevel. Dat zijn geen vlekken hoor. Maar dat is een grote pixel. Ja, nee, we hebben springtij ook, hè? En, ja, oké. Ja, daar staat hij ook. Maar we varen nu parallel aan de verlengde Willemsbrug. Die hebben we omgedoopt tot de André van der Lauwbrug. Dat was de burgemeester uit de jaren.
En ja, we varen nu eigenlijk over het oude heen. En hiernaast het Witte Huis, de eerste boerderkrab van Europa. Dat vindt hij dan nu niet echt? Nee, dat is niet. Hij was heel bang het hoogste. Ja. De architect was naar New York geweest en die heeft het geweldig idee om hier ook een boerderkrab te bouwen. Nou, dat is gelukt, 48 meter hoog. Alleen de grond is hier wat drassiger was dat hier in New York. Heerlijk! Ja, wat een mazzel, hè? Leuk! In het water zitten ze. Oh, wat goed! Gewoon in het water. En ook deze brug, de Jan Kuitenbrug, ook het bombardement overleefd. Ja, wij gaan. Maar die hebben we met een aantal voetjes hebben we op een gegeven moment ook een dam geplaatst. Dus dat was in 1300 een dam geplaatst in de Rotte. Daar dankt Rotterdam ook zijn naam aan, Rotterdam. En je kan nog... Dan moet je wel veel fantasie hebben. Dan moet je wel veel fantasie hebben. Ja, maar dat is wel mooi, hè? Dat zie je vanaf de andere kant bomen, ja. Kijk, en daartussendoor kan je de marktval zien. Nou, als je de marktval ingaat, dan kan je de markeringen nog zien waar ooit de Rotte, waar de dam is geweest, maar in de Rotte. Kijk, het is droog. Yes! Yes! Paard? Ja. Ja. Historisch, oud en safari. Leuk, hè? Dus daar gaan die pennen naartoe. Dat is mooi, hè? Nee. Die werden gegeven meedraaien. Ja, dat is voor deze schema. Maar ze is te groot om die te doen. Oh, wat leuk! Hey, koekoek! Dat hebben we even niet gehoord. Hij ziet koekoek, pepe! Ja, oké. Okay. Ja. Dus dat is meestal, ja, je kan naar de wadden gaan, dan kan je... Dat is leuk, om dit ook. Ja. Ja. Links de Spanjaardsbrug, dat is een hele bijzondere was. Nou, in deze haven worden zware werkzaamheden gedaan. Hier aan de linkerkant zit de scheepstimmerman voor de historische haven. En het volgende van oud ijzer, van recycled ijzer. En hier de Red Apple, 30% van de bewoners van de Red Apple is van de Chinese komaf. Oh ja. Die schijnt dat rood is een gelukskleur voor Aziatische mensen. Dus ja, die hebben daar... Op de... Zalmhaven-toren, 215 meter hoog. En ja, dit jaar opgeleverd. We zijn wel goed aan de kans. Is dit jaar weer voor mij rondwaarden. Daar is een stevige planning voor nodig, hoor. Als je te redelijk bent... Oh, nee, dat is zwaar. Dat heb ik wel gezien. Ja, iets van mijn kleinkinderen. Nog leuk uit. Ja, nee, allemaal leuk. Zo veel te doen. Ja, toch staan al 30 jaar op. Ik heb zo'n voordelen toch? Je kan alles. Misschien in onze camera, dat zou wel toch wel leuk zijn. Ja, en de plak. Maar je mag wel zo.